Wie in Voorne-Putten 112 belt, moet veel geduld hebben. Het kan zomaar een half uur duren voordat de ambulance is gearriveerd. Ja, ik heb ontzettend veel geluk gehad. Maar ik vrees dat er toch heel veel mensen misschien wat minder geluk zouden kunnen hebben. De inwoners van de regio Voorne-Putten in Zuid-Holland voelen zich steeds onveiliger omdat in hun omgeving nog maar amper spoedeisende hulp aanwezig is. Huisartsenposten worden gesloten. Er zijn steeds minder apotheken en ziekenhuizen worden uitgekleed. Ja, in geval van nood heeft een ambulance nu een veel langere reistijd dan voorheen. Met alle risico's van dien. Marianne Hilte kan erover meepraten. Het leek voor Marianne zo'n gezellige avond te worden. Haar zoon was op visite met zijn dochtertje die bij oma mocht logeren. Ik liep de trap op en ik hield me niet goed beet. En vervolgens, ik draaide me een beetje half schuin en ik viel zomaar in het trapgat. En toen was ik buiten bewustzijn. Ik had een grote hoofdwond en mijn schouder was helemaal uit de kom. En natuurlijk een hersenschudding bleek achteraf. Maar dat mankeerde ik op dat moment. En wat heeft uw zoon toen gedaan? Die heeft de normale checks gedaan zoals het hoort en 112 gebeld. Voorheen zou Marianne naar het medisch centrum in Spijkenisse voor opname zijn gebracht. Een reistijd van 15 minuten. Dat is na een bezuinigingsoperatie niet meer mogelijk. Nee, dat kan niet, want het ziekenhuis in Spijkenisse is gesloten. De verpleegafdelingen zijn gesloten en er is geen spoedeisende eerste hulp. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor de inwoners van Voorne-Putten is dan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Toch alweer een reistijd van dik 30 minuten. Maar opname daar was niet mogelijk vanwege een tijdelijke patiëntenstop. Uiteindelijk komt Marianne terecht in het ziekenhuis in Dirksland. Een reistijd van meer dan 40 minuten. Dus uiteindelijk was het voor mij vanaf het moment van de melding, totdat ik daar op de spoedeisende hulp lag, anderhalf uur ongeveer. Denkt u nu er wel eens over na zo van, het had ook anders kunnen aflopen? Als ik pech had gehad en het was ernstiger geweest in mijn hoofd, dan was het zeker, ik denk, niet zo heel erg goed afgelopen. Persoonlijk ben ik hier heel erg boos om. Ik heb zoiets, de barricade op, dit kan gewoon niet waar zijn. Die boosheid van Marianne wordt eigenlijk gedeeld door alle bewoners van Voorne-Putten. Vandaar dat Willem Heidakker met een burgerinitiatief is gestart. Met een petitie wil hij de spoedeisende hulp weer in de regio terugbrengen. Ik ben al uiteraard 2,5 jaar bezig hiermee. En we gaan en we blijven doorgaan om de politiek en alle zorgketenorganisaties om die te dwingen om het voor ons allemaal voor elkaar te krijgen. Ik heb ontzettend veel geluk gehad, maar ik vrees dat er toch heel veel mensen misschien wat minder geluk zouden kunnen hebben. En dat het dan ongelukken gebeuren.